Met bio heb ik zowel gelukkig vee als tevreden klanten. In 2023 kreeg ik met Hierfort de BioVlam Award. Innoveren en onze manier van werken is denk ik de samenwerking met verschillende actoren, zijn de Natuurpunt, Agentie Natuur en Bos, private grondeigenaren en ook onze, de lage ecologische voetafdruk van onze vleesproductie. Vroeger was het hier een hangbaar vleesveebedrijf, vooral uitgebaat en uitgebouwd door mijn ouders. Ik heb dat een tijdje zo verder gedaan, maar kwam toch met een aantal vaststellingen dat dat niet echt mijn ding is, de intensieve veehouderij. En dan heb ik gezocht om een manier om wat duurzamer te werken, wat natuurinclusiever. Dan ben ik onder andere bij het Hereford-ras terechtgekomen. Momenteel hebben we een veestapel van ongeveer 90 runderen. We werken met natuurbegrazing en in natuurgebieden worden er eigenlijk 2 runderen per hectare geplaatst. Dus met de runderen die we nu hebben in combinatie met het areaal weiland ter beschikking, is dat eigenlijk een goede match. Dus eigenlijk wat is dan een knelpunt in onze werking is eigenlijk de beschikbaarheid van terreinen. En daarom ben ik op zoek geweest naar partners om over terreinen te kunnen beschikken. En dan kwamen natuurlijk Natuurpunten, Agentie Natuur en Bos en andere geïnteresseerde spelers eigenlijk wel in het vizier. Door onze dieren in te zetten in natuurgebieden hebben we eigenlijk een win-win situatie. Enerzijds, er hoeft niet meer gemaaid te worden. Wij nemen eigenlijk het onderhoud uit handen door onze dieren te laten grazen. En anderzijds is het voor ons eigenlijk heel interessant dat die dieren van die vegetatie gebruik kunnen maken om eigenlijk dan effectief vlees te produceren. Op mijn eigen terreinen probeer ik ook kruidenmengsels vooral te zaaien. Sowieso stijgt de biodiversiteit, hebben we meer bloei, meer insecten. We planten ook zoveel mogelijk hagen en bomen. Hagen hebben enerzijds een landschappelijke functie, maar anderzijds zijn ze ook wel nuttig als veekering. Enerzijds wil ik met Hierfort hebben dat de mensen, als ze denken aan duurzaam vlees, aan vlees eten met een gerust gemoed, dat ze dan denken aan Hierfort, dat ik op die manier een oplossing bied voor hun probleem, voor eventueel de vragen die ze zich stellen, als het wel nog verantwoord is om vlees te consumeren. En anderzijds is het mijn ambitie om het bedrijf met gebouwen en zo, het fysieke bedrijf, volledig te integreren in het landschap, in de natuur, dat eigenlijk gewoon een deel uitmaakt van de natuur, dat we geen landbouwbedrijf zijn, maar gewoon een onderdeel van de natuur. Dat is eigenlijk mijn grootste ambitie.